Wat is het toch fijn om te luisteren naar de verhalen van ouderen. Kent u die uitdrukking? Wat is het toch fijn om te luisteren naar de verhalen van ouderen. En het is ook fijn trouwens dat u kijkt. Oh, heerlijk. En niet alleen te luisteren, maar ook te genieten van het inzicht, de wijsheid en de levenslust van ouderen. Wat een prachtig initiatief om ouderen te stimuleren hun belevenissen op papier te zetten. En wat goed dat jonge schrijvers de helpende hand bieden en wellicht zelf ook tot nieuwe inzichten komen. Oh, door die ouderen ben ik tot een heel nieuw inzicht gekomen. Het is heerlijk, dames en heren, om open te staan voor je leeftijdgenoten. Nou, dat kennen we allemaal. Maar het is haast nog fijner om open te staan voor nog oudere mensen dan jij zelf bent. Hoewel ik zelf eigenlijk ook al tot de ouderen behoor. Ja, ik behoor zelf ook tot de ouderen. De actrice Mary Dresselhuis, wie kent haar niet, die sprak ik nog op haar 97ste... Ja, het was 97. En ze had nog steeds een enorme levenslust. Ze ging naar elke voorstelling toe en was geïnteresseerd. Die vrouw zat boordevol verhalen over Kovendijk, over Leen Jongewaard, over Paul Steenbergen en nog heel veel andere acteurs waarvan jonge mensen nooit gehoord hebben. Wat is dat eigenlijk? Want zo zit de wereld in elkaar. Omdat er in televisieprogramma's wel aandacht besteed wordt aan rampen die zich zoveel jaar geleden voltrokken hebben. Maar er wordt nooit aandacht geschonken aan culturele hoogte- en dieptepunten uit het verleden. Mary Dresselhuis was een hoogtepunt en die kon prachtig vertellen, maar ze leefde tegelijk in het heden. Ze zag wat er ook op dit moment gebeurt. Dus je hebt ook mensen die alleen maar terugkijken, maar zij leefde ook in het heden, dames en heren. Heerlijk is dat toch om aan iemands lippen te hangen. Heerlijk, doet vaak lekker hangen aan iemands lippen. Aan de lippen van mevrouw ook wel. Maar het is toch ook fijn om aan de lippen van oudere mensen te hangen. Terwijl je ook mensen hebt, ja, die kent ze wel, die gewoon neerkijken op wat oude medemensen. Nou, als je 65 geweest bent, dan moet je je bek dicht houden. Die mensen ken je ook wel. Het is niet te geloven, maar dames en heren, we hebben ook hier in Nederland te maken met enorme leeftijdsdiscriminatie. We hebben te maken met enorme leeftijdsdiscriminatie. Op televisie zie je nog nauwelijks oudere presentatoren. Zelfs bij de bejaarde omroep Max werken ze steeds meer met jeugdige, vlotte mensen. Oud is uit, zou je kunnen zeggen, terwijl oud eigenlijk in hoort te zijn. Oud hoort in te zijn. En daarom is dit initiatief zo belangrijk. Oud is in. Bij alle discussies voorafgaand aan het referendum, nou, het is net gebeurd, miste ik de inzichten van oude en wijze politici. Ik miste de nuancering. En misschien dat daardoor de nee-stemmers in de meerderheid waren. Bij radio, tv en kranten zie je steeds meer de neiging om te polariseren. Een klein meningsverschil wordt al heel gauw opgeblazen tot een ware oorlog. Ouderen met levenservaring die moeten de ruimte krijgen om te waarschuwen voor een gevaarlijke escalatie in de pogingen om de samenwerking in Europa te verwoesten. Nou, wat mooi gezegd, hè? Dat heb ik zelf gezegd. Een oorlog, zelfs een burgeroorlog, is ook in deze tijd en ook in dit land niet ondenkbaar. Luister naar ouderen en laat je inspireren. En als je zelf 80 of 90 bent, doe je mond dan open. Of pak een pen en ga lekker schrijven. Het hoeft niet op die manier, het kan ook gewoon zo heel rustig. Het kan zo fijn zijn om je gedachten op papier te zetten. Of je praat tegen iemand en laat iemand anders het opnemen. Gewoon je praat en iemand neemt het op en gaat het daarna uitwerken. En wat zou het fijn zijn als er in de media meer aandacht wordt geschonken en ook gebruik wordt gemaakt van het inzicht en de wijsheid van ouderen. Ik wens u een hele fijne voortzetting en waar mogelijk een aangenaam etensmaal met wat de dokter in. Dank u wel voor uw aandacht en heel veel plezier en inzicht.